jullie weer kijken. Mijn naam is Bianca en ik ga jullie meenemen vandaag met het bouwen van een Lego voertuigje van mijn mans werk. Dit is geen reclamespon of iets dergelijks. Hij heeft het gekregen en hij gaf mij de eer om het voor jullie op een filmpje in elkaar te zetten. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Even een totale iets anders tussendoor. Wat je normaal gesproken niet zo snel denk ik op mijn YouTube kanaal zal zien. Maar ja, ik vond het wel hartstikke leuk om die eer te krijgen om van zijn werk een Lego doos in elkaar te zetten. Dus nogmaals, ik hoop dat je het leuk vindt. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je meer van allerlei gekke filmpjes en video's wil zien. Want ik doe namelijk van alles en nog wat om elkaar. En een Lego vrachtwagen van Bitfoot. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Gewoon ook met zo'n mini poppetje erbij. Dus ik vind het hele eer. Hij is nog helemaal nieuw. Het zit allemaal, logisch dat hij helemaal nieuw is. Maar het zit allemaal nog netjes verpakt in de doos. En ik wil het met jullie gaan in elkaar gaan zetten. Hoe ga ik dit aanpakken voor jullie? De deur kraakte. Ik ga deze uitpakken met jullie. En dat doe ik met de camera bovenop schijnend. Dan zie je mij niet zozeer als alleen mijn handen om het in elkaar te zetten. Er zullen bepaalde momenten zal het op een normale manier zijn worden afgespeeld. En andere momenten gaat het in wat versnellendere tempo. Want ik kan enigszins best wel snel Lego in elkaar zetten. Maar soms ook weer niet zo snel. Dus om een film geen 2 uur te laten duren, dan doe ik hem versnellen. Dus dan zie je mij heel gekke bewegingen maken en gekke geluidjes horen. Dus dan weten jullie dat. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden om dit in elkaar te gaan zetten. Ik ga de boel klaarzetten om te gaan filmen. En ik ben benieuwd hoe de eindresultaat eruit komt te zien. Ik vind het hartstikke leuk en ik hoop dat mijn mannetje het ook leuk vindt. Hij zit op dit moment in de keuken. Ja, kijk, zie hem voorbij lopen? Daar gaat hij de schuur in. Dus hij is ook wel heel erg benieuwd hoe hij eruit komt te zien. Wat vind je er nou van, Mop? Ja, leuk toch? Ja, leuk toch? Ja, kijk, daar is die ook. Kijk, ik krijg weer een kus van hem. Dan kan je met je Legootje gaan spelen, hè, als je hem kent. Dus nogmaals, jongens en meisjes, doe een duimpje omhoog en laten we gaan beginnen. Laten we gaan beginnen. Ik weet niet precies hoe dit exact bij welk zakje bij deze tekening hoort. Want dat is vrij lastig. Maar ik neem aan dat ik hiermee moet beginnen van dit zakje. En niet hiermee. Dus laten we beginnen met het eerste stukje in elkaar zetten. Dus nou komt de versnelling erin. Thank you.
Nou, blijkbaar had ik dus een kaart-error. Sorry daarvoor, ik weet niet hoe ver we zijn. Maar tot zover ben ik nu. Ik bleek achteraf alle zakjes open te moeten leggen. Dus ja, ik had het wel even laten zien. Kijk, ik heb alle zakjes uit moeten leggen. Maar ik weet niet hoe ver ik nou ben met het opnemen ervan. Dus ik doe nu even een close-up zo. Nou, tot zover ben ik nu. Nou, laten we maar weer verder gaan, hè. Want ja, ik had al ineens een kaart-error en dat had ik nog niet door. Dus ik ben nu op bladzij 17 gebleven. En dan gaan we weer verder. Doei, doei. Thank you.
eindresultaat geworden. Helaas kon ik niet alles meer opnemen, want mijn geheugenkaart was vol en ik had het nog niet eerder door. Maar ik heb wel door aan het bouwen geweest. Dus nou ja, dit is de eindresultaat. Grappige doosjes. Althans, dat vind ik zelf. Dus ja. Die is ook klaar. De prachtige truck. Nogmaals. Het is een niet echte Lego natuurlijk. Dus waardoor die stukjes best lastig in elkaar te zetten valt. Want het klikt niet echt allemaal lekker in elkaar. Want je moet het hier en daar weer opnieuw aanduwen. Maar dat komt weer net zo hard los. Dus dat is wel je enigszins jammer eraan. Het is niet helemaal top. Maar voor de rest daarentegen is het wel een superleuke vrachtwagen om neer te zetten. Dus mijn mannetje is er super blij mee. Dus die gaat in de verzameling. Dus helaas, dit is geen giveaway dat je dit kan winnen. Maar wel heel leuk om het aan jullie te laten zien. Ik draai even de camera om beter nog even om jullie na te spreken. Zo, daar was ik weer. Ik zal nog één keer vanaf deze kant laten zien. Dan is het nog wel iets beter natuurlijk. Ik heb Dutch Express opengezet. Oh nee, het is niet Dutch, het is de spiegel. Dit is de Dutch. Het Dutch kan gewoon open. Even voorzichtig, kijk. Dan kan de persoon zit erin. Een superleuke vrachtwagen. Die kan je ook open doen. Ik heb een stickertje erin gedaan. Wat je er ook nog aan de zijkant kan plakken. Maar ik denk zo blijft het bij elkaar. De wieltjes draaien gewoon netjes. Dus dat is allemaal tof. Met logo. Popje achter het stuur. Ja, hartstikke leuk. Althans, ik vind hem wel gaaf gelukt. Even de spiegels een beetje beter doen. Kijk. Dus ja, dat en tegen. Wat je op de doos ziet, is aardig goed gelukt. Dus tegelijk thumbnailfoto. Zo, die heb ik ook gehad. Eigenlijk zou ik deze er ook bovenop moeten zetten. Zo. Met de doosjes. Die ervoor. Dan maken we deze gelijk een leuke thumbnailfoto. Kijk zo. Kijk, superleuk. Dus hij is er heel blij mee. Dus dan moeten we nog een leuk plekje gaan vinden zonder dat de kinderen eraan gaan zitten. Dus ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Doe dan zeker een duimpje omhoog. Dat zou ik zeer leuk vinden. Ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Doe dat zeker hier beneden. Ja, en wie weet doe ik het nogmaals een keertje. Maar dit was een beginvideootje om het uit te proberen of ik het zo ook kan. Ik weet nog niet lekker hoe ik die camera nog neer moet zetten. Mijn statistiek is niet groot genoeg, hoog genoeg om beter de engel boven de tafel te doen. Dus ik moet dat even uitvogelen en ik heb wel zo eentje. Alleen als ik de camera krom zet, dan is de ploep, valt het ding om. De camera is daar te zwaar voor. Dus ik moet me eigenlijk daar nog beter in gaan verdiepen in beter materiaal. Dat zal dit jaar waarschijnlijk niet meer lukken, want de dure maanden komen er ook nog aan. Dus dat houdt zich nog heel even op. Dat we geven alleen volgend jaar mij meer de gelegenheid om weer daar meer verder in te verdiepen aan spullen aan te schaffen. Dus dat komt allemaal goed. Stapje voor stapje voor stapje. Hey, een grote YouTuber was ook niet in één dag goed bezet met al zijn spullen van camera's en al dat soort dingen. De licht was ook nog niet helemaal zoals het moest. Want halverwege scheidde hij het lichtje er ook mee uit. Die zei ik ben leeg. Ik had er even beter over na moeten denken om dat ding alvast op te laaien. Maar ja, het zonnetje was heel lang goed. En ik dacht, nou, dat lukt wel. Maar dat lukte dus niet. Maar goed, ik heb de kaart geleegd. Ik heb dit stukje even op. In de tussentijd kan hij in mijn bestand even weer synchroniseren. Dat voor de HD kwaliteit in de edit programma. Dat moet allemaal weer. Dus het kost een hoop tijd. Dus ik ga dadelijk lekker editen. En ik ga deze video mooi en leuk voor jullie in elkaar zetten. Jullie hebben hem al gezien. Ik hoop dat je hem leuk hebt gevonden. Nogmaals, doe die duimpjes omhoog. Ik vind het hartstikke leuk als ik duimpjes krijg. Iedere keer als ik een duimpje erbij zie staan, dan zeg ik... Ik heb het toch goed gedaan. Ik word daar vrolijk van. Dus, en nogmaals, de giveaway. Die staan nog zeker. Deze is dan nu geen giveaway. Ik doe die giveaway vanwege die adventkalenders. En ik van de sieraden. We gaan al bijna naar de 25 likejes van de armbandjes. Dus die ga ik, hierna ga ik die ook nog opnemen. Als ik klaar ben met editen ga ik die alvast opnemen. Zorg dat hij de 25 heeft behaald. Gooi ik hem online. En dan is die alvast voor jullie al beschikbaar om ook al van ASMR te bekijken.
Dan heb ik nog twee adventkalenders, die komen er nog aan. Maandag komt de gouden. Ik vergat het erbij te zetten van wanneer je dan de kast moet maken. Er werd ook meteen naar gevraagd. Maandag komt de gouden online. Dan geef ik nog de dinsdag de kans nog om mensen er nog op te kunnen reageren. En dan dinsdag, einde van de middag, ga ik bekendmaken wie het dan is. Dan ga ik opnemen. En dan komt dat online te staan aan woensdag. Want ik moet het natuurlijk ook weer editen en weer plaatsen op YouTube. Dus daar gaat wat tijd overheen zitten. Dus woensdag weet iedereen het. De dinsdag weet alleen die persoon via een DM'tje dat die de gelukkige is. Ik heb er al een aantal binnen. Dus dat vind ik ook hartstikke leuk. Dus tof. En wie weet is binnenkort ben jij de gelukkige wel. Of niet. Maar daarentegen geven we jullie wel mee op reis om te laten zien hoe ik het allemaal op de post doe en inpak en doe en wat ik allemaal heb. Maar ja, ik vind de rituals doos hoort er nog wel bij. En zelf gaat zit er iets tussen wat ik niet zo... En er komt toch wel zo'n dure item in zitten. Want ik heb de vol adventkalenders kalender gekocht en niet de proefmonstertjes verpakking. Nee, ik heb de full size verpakking gekozen. Dus dat is een hele dure adventkalender. Dus wie weet zit er nog wel wat voor je in. En ja, dat kan dan op die manier met die giveaway boxen naar jou toe kunnen komen. Dus nogmaals, vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Steun mij om toch een keer die 1000 abonnees te willen behalen. Dat zou ik toch wel leuk vinden. Dat is het enige waar ik naar sta, 1000 abonnees. En mijn man wil het ook. Ja, zeker wel. Dus jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. En die duimpjes omhoog, hè. Kom op. En nogmaals, duimpje omhoog. Ik zie jullie graag weer bij de volgende video. En doeg! En ja. Want ik krijg nu als beloning, even mijn camera draaien, een bakje soep. Lekker!